Mag het licht uit? Mag het licht uit? Wethouder Overmeen Bakhuis. Wat goed nieuws. U wordt ambassadeur van de Nacht van de Nacht. Hoe zit dat? Ja, heel goed nieuws. Nee, ik ben graag ambassadeur van de Nacht van de Nacht. Ik heb duurzaamheid in portefeuille. En ik vond het een heel logisch gevolg om dan ook het ambassadeurschap vol enthousiasme uit te dragen. Ja. Wat bracht u ertoe om ambassadeur te worden? Nou, verlichting, licht, is natuurlijk een groot goed, maar het zorgt ook voor vervuiling, lichtvervuiling. En dat is, kost heel veel energie. Maar is ook niet zo heel goed voor mensen en milieu. De dieren hebben daar last van, daardoor mensen ook. Dus ik vind het een heel logisch verhaal en een heel goed doel om me daarvoor in te zetten. De gemeente is 4 jaar geleden al begonnen om alle verlichting, alle armaturen zoals dat heet, te vervangen. We zijn bijna klaar daarmee. We hebben 11.000 armaturen vervangen. En we hopen daar eind dit jaar klaar mee te zijn. En dat is bijvoorbeeld een van de voorbeelden die we als gemeente heel actief doen. Inwoners, bedrijven, eigenlijk iedereen. We verbruiken met z'n allen te veel licht. Bij bedrijven zie je soms ook veel reclameverlichting. Je ziet soms ook, overigens vaak wel hele mooie huizen, maar toch wel behoorlijk uitgelicht allemaal. Het mag wel een tandje minder. En hoe gaat dat? Gaat de verlichting op straat in de stad ook uit? We hebben inderdaad gekeken naar op welke plekken de verlichting op straat uit kan. De Gortebrug is daar bijvoorbeeld een voorbeeld van. Of het Hagenpark, dat zou allemaal tot de mogelijkheden behoren. We hebben nagedacht ook over de ring, maar we moeten ook nadenken over de veiligheid. Dus we vinden veiligheid ook van heel groot belang. Ook de veiligheid zoals mensen die zelf ervaren. Dus daar doen we het niet, maar waar het kan gaan we proberen alle lampen uit te doen. Ik hoorde dat het hele stadhuis de verlichting uit zou gaan. Dat zou natuurlijk heel spectaculair zijn. Buitengewoon, maar daar hebben we een aannemer voor nodig. Dus ik durf nu nog niet te zeggen of dat gaat lukken, want dat kunnen wij helaas niet zelf. Kent u nog voorbeelden van ideeën om wat te doen met dat tegengaan van die lichtvervuiling? Nou, we horen ook van andere steden, want er zijn veel meer steden ook in Nederland die hier heel nadrukkelijk mee bezig zijn. Ik heb eens gehoord van een dinner by candlelight en dat soort zaken. Ja, dat vind ik natuurlijk rechtgeaard, romanticus, buitengewoon interessant. Maar ik wil eigenlijk iedereen oproepen om zelf met hele leuke en creatieve ideeën te komen. Want waarom zouden wij achterblijven bij de rest? Wat gaat u zelf thuis doen? Nou, dat dinner by candlelight, dat lijkt mij thuis ook wel een heel goed idee. Mag het licht uit? Mag het licht uit?